Goedemorgen traders, dit is het marktcommentaar van zondag 17 juli. En 17 juli is uh, medio van deze maand. En je weet, wellicht medio van deze maand hadden wij de bodem verwacht van de week- en de maandcyclus. En de laatste twee weken um, hadden we ook al gefilosofeerd of de bodem wellicht eerder gezet zou zijn. En ex om exact te zijn op deze loop. En afgelopen week uh, hebben we nog steeds vastgehouden aan het bearish scenario. Dat wil zeggen, er komt nog een lagere low. Waarom hebben we dat gedaan? Om de simpele reden, de dagcyclus begint hier. Dit is de voorlopige top. We hebben hier de mid-cycle low, MCL. We gaan vervolgens naar top nummer 2. Dus dat is één dagcyclus. En feitelijk is dit het M-patroon wat je hier ziet, het bekende M-patroon. Dus dit is de tweede top van de dagcyclus, of de top van de tweede helft zou je kunnen zeggen. Die is lager dan de eerste. Dus dit is een bearish cyclus. En dat betekent dat het voor de hand ligt dat wij, en dat gaf ik aan minimaal, een test zouden krijgen van de, van de low of misschien iets lager. Nu weten we natuurlijk, en ik heb dat in, in diverse vlogs uh, al eerder een keer uitgelegd, we hebben. ...een viertal mogelijke bodems, van belangrijke bodems. We hebben de zogenaamde V-bodem, hier, eh, die je bijvoorbeeld hier ziet. Dus hard naar beneden, hard omhoog. Dus dat is variant nummer 1. Dan hebben we de zogenaamde dubbele bodem. Dat betekent dubbele bodem. De tweede bodem is ietsjes lager. Daar ging ik in principe nu van uit, gezien de ziektes. Dan hebben we een derde variant. Dat is de variant die we nu hebben gezien... Dus 3, waarbij de eerste bodem lager ligt en de tweede ligt ietsjes hoger. En dan hebben we de derde variant, dat is zeg maar de eerste hogere bodem. Dus dat is variant 4. Dan ligt die tweede bodem in principe echt beduidend hoger. En dan is dit eigenlijk het begin van een nieuwe impulsbeweging. Um, dit hier. Is dus eigenlijk een eerste hoge bodem, of variant nummer 3 zou je kunnen zeggen. We hebben een poging gedaan om de low te evenaren. En we zijn er bijna geweest op een paar honderd punten na, of ja, zeg maar een, 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 goed, een goede procent. Um, maar je ziet in deze zone zijn heel duidelijk kopers actief geweest. En ik ga ervan uit dat de bodem nu definitief hier gezet is. Dat zie je ook in de week. En we zien hier in de week, ik maak het even iets groter. In de week zie je nu heel duidelijk uh, een drietal teels aan de onderkant. Dus je ziet en een continu afwijzing naar boven. Dus er wordt in die, op die dalingen wordt er gewoon week in week uit gekocht. En dat hebben we nog niet eerder gezien. Dus we hebben tot nu toe al gezien uh, herstel omlaag. Herstel omlaag. Herstel omlaag. En nu zien we dus herstel. Omlaag, maar meteen weer omhoog. Omlaag, meteen weer afwijzing naar boven toe. Dus ik ga ervan uit dat de weekbodem, en dat betekent dus ook de maandbodem, gezet is. En dat wij nu een goede kans maken op een herstel van de markt. En dat heb ik in de laatste weken uitgelegd waar dat herstel naartoe kan leiden. Zeg maar tot rond de 33.000, mogelijk ook hoger. Een herstel van enkele weken. En daarna zien we wel of dit inderdaad uh, slechts een, 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 een opwaartse poot is waarna we nog een lagere loon maken, of dat we inderdaad de komende maanden per saldo nog hogere niveaus gaan halen. Maar dit is uh, boelus, dit is in principe, uh, dit, deze bar van uh, donderdag, dit was in principe voor swingtraders de koperbar. En hoe herken je dat aan twee facetten a, Um, dit is een zogenaamde bottoming tailbar. Dus deze bar was eerst solide rood, solide rood, um, en eindigt dan als een bottoming tailbar. Dat betekent dus uh, de rode kleur wordt helemaal ongedaan gemaakt. Er komen dus op lager niveau kopers en het is wat we noemen een failure new low. Kijk, er wordt hier een nieuwe low gemaakt ten opzichte van deze drie lows van een aantal dagen eerder. Dus er worden eigenlijk verkopers in de markt gezet die onder deze low short gaan. Die zitten allemaal op het verkeerde been, die moeten dus gaan coveren, hun shortpositie gaan indekken. En dan krijg je dus een soort squeeze effect naar boven toe en dat resulteert dus in een flinke stijging. En als we dit dus nu bekijken en we pakken even onze meetlat erbij, dan hebben we volgens mij een dagcyclusbodem op bar 19. Dus een eerste hoge bodem, en ik ga ervan uit dat wij in de komende week um, een verdere beweging omhoog krijgen tot minimaal deze zone rond de 32 via 32,8. Dus dat is in principe in de komende, nou misschien komende week al mijn, mijn koersdoel. Um, en uh, dit is dus in principe je long entry. Je zou in principe nog steeds hier long kunnen gaan. Hieronder zet je dan je stop. Want stel dat we nu alsnog hieronder komen op de korte termijn. Dan zouden we dus alsnog weer een failed dagcycle hebben. En dan is de low dus blijkbaar niet gezet. Maar het ziet er, althans zo voor zijn week kan zien, uh, heel erg sterk naar uit dat de low gezet is. De low dus al eerder, rond uh, einde juni. En dat we dus hier een hogere bodem hebben. Of zeg maar, een, ja, een iets hogere bodem en variant 3, die ik net heb uitgelegd. En dat ook de weekbodem nu gezet is. En daarmee dus ook de maandbodem. dat laat ik nog even zien. De maandbodem hier. Hoewel dat natuurlijk nog niet bevestigd is, hè, dat is pas bevestigd als de double stochastics boven de 40 komt. Maar je weet, dan staan we alweer dik 10% uh, hoger. Dus voor een bevestiging moet je niet hier naar kijken. Um, wij zien dat de cyclusindicator heel erg laag staat. We zien dat we qua timing in de juiste bandbreedte staan. Kijk, 27 bars, dus dat is al een lange cyclus. En als we dus naar de weekcyclus kijken, dan lijkt het erop dat ook die gebodemd is en wel op week. Uh, moet ik even kijken? Week 16. Dus dat valt ook binnen de. Bandbreedte van 15 tot 25 bar. Um, dat betekent dus nu dat wij volgens mij dus nu een weekcyclus bodem gezet hebben. Hier op deze, deze low. En dat we dus nu 1, 2, 3 in de vierde week zitten van de, um, van de weekcyclus. En dat dit dus de eerste afgeronde dagcyclus eigenlijk is van de nieuwe weekcyclus. En ja, normaal gesproken ligt het dus voor de hand dat wij dus nu een nieuwe high krijgen, ten opzichte van de high van de vorige dagcyclus, en dat we dus hogere niveaus aanpeilen. Nogmaals, het, eh, je moet altijd openstaan voor uh, een alternatief scenario, dat zou dus zijn, als wij dus nu op de korte termijn hieronder komen, dan is die vermeende dagcyclus al vroeg gebroken, dan is blijkbaar het scenario niet geldig, maar zoals het er nu naar uitziet, uh, is dit een, een long setup met een minimale koersdoel van rond de 32,6, nou, 32, 32,8. Zo'n beetje. In de komende, laten we zeggen, uh, 5 tot, uh, tot 7 beursdagen. Nou, datzelfde principe zien we ook in de NASDAQ. Alleen hier is dit in de Double Stochastics uh, niet goed uh, duidelijk, niet goed zichtbaar. Want. Als we kijken, hier is een dagziektesbodem gezet. En dit zou dan ook op 9 bars de nieuwe, de hoge bodem zijn. Hè? Zoals we ook bij de DAW hebben gezien. Um, maar kijk, bij de DAW... Ga ik, ik ga nog heel even terug naar de dauw. Kijk, bij de DAW zien we dat die double stochastics in principe mooi netjes laag komt. En we zien hier omkeurig dat M-patroon dat hier eigenlijk samenvalt. In de, in de NASDAQ... ...zien we ook een soort M-patroon... ...maar die Double stakes, die komt niet laag genoeg hier. Dus dit is een beetje een, een, een raar patroon voor een bodem. Maar goed, het is raar. Je moet weten waarom doet de indicator soms tussen aanstekens raar. Dit is een momentum indicator. Hij meet momentum. En het momentum is hier nou niet heel erg groot. In principe zou je kunnen zeggen... ...we zitten eigenlijk in een soort trading range... En dan die Double Sarcastics, die rode lijn, die meet de grotere cyclus. Ja, hier zit weinig opwaartse en neerwaartse beweging in, qua, qua duur, qua aantal bars. Het zijn 1, 2, 3 bars maximaal. En dan kan die Double Sarcastics natuurlijk niet extreme waardes bereiken, tussen zeg maar 90 en, 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 en 10 of lager. Dus dat verklaart deze rare kronkel. Uh, maar als ik naar de Dow kijk en ik kijk naar de Nasdaq... Um, dan zie ik gewoon ook in de NASDAQ dat dit waarschijnlijk gewoon de dagcyclusbodem nu is. En je ziet hetzelfde in de, in de week. Dit is dus de week. De week is nu ook bevestigd met de Double surcastics. En je ziet gewoon elke terugval hier in deze zone. Dus zeg maar tussen 11.4 en 11.6. Die werd dus gewoon gekocht. Dus dat is bullish. En ik ga ervan uit dat dit dus nu de dagbodem is. Maar... Uh, moet er moet nu één ding gebeuren voor een, uh, eigenlijk een echte bevestiging. Dus je, je zou dus al long kunnen gaan op deze dubbele tail, hè, dus rond de 11.8, uh, 400 punten onder de stop. Uh, koersdoel minimaal rond dit niveau, rond deze high, rond uh, 12.8. Bevestigd wordt dit allemaal als wij hierboven komen. Als we dus de high uitnemen van deze high 1 en high 2 rond de 12.200, dat is een belangrijk niveau, um, dan nemen we dus eigenlijk al deze week candles uit en dan denk ik dat we dus dit patroon gaan, uh, gaan meemaken. En um, het eerste koersdoel ligt dan zeg maar uiteindelijk in deze zone. Dus er ligt genoeg opwaartse potentie. Een longpositie lijkt mij gezien wat ik nu zie op price action basis in combinatie met Cyclus interessant. Stop onder de low van de laatste week, dus rond de 11.400. Um, en koersdoel, nou uiteindelijk uh, minimaal een 1.200 punten hoger. Dus dat is denk ik een interessant niveau. Daarna kijken we wel verder of dit inderdaad gewoon een lage top wordt in de, dag, uh, sorry, in de week. Maar dat, dat is pas over een aantal weken. Uh, voor de relatief korte termijn, dus de komende 1 zeg maar, tot 2 weken, ben ik eigenlijk gewoon bullish. Dit is uh, bullish marktgedrag, marktstructuur en price action. En heb ik ook kleine longposities in de vorm van call spreads opgezet. De bedoeling was natuurlijk uiteindelijk eerst dat we hier naar beneden zouden gaan. En ik had ook aangegeven de. Um, Hieronder, dit is het moment waarop je short kunt gaan. Op het moment dat we deze bar hier uitnemen, dan is dit het koersdoel. Dus hier ben ik ook short gegaan. Maar op een bepaald moment zie je dus donderdag, of woensdag, donderdag en vrijdag. zien we dus deze combinatie van dubbele tails. En dan vrijdag de uitbraak hierboven. Kijk, en voor de ervaren trader die goed is in price action, is dit een heel duidelijk, een heel duidelijk signaal. Uh, zo aan het einde van de dagcyclus mag dit niet gebeuren. Het einde van een cyclus is het meest bearish. Hier ging er dus uit van nieuwe loos. En dan kan het niet zo zijn dat je op twee dagen achter een K een duidelijke afwijzing hebt van lage niveaus. En dan een keer vervolgens vrijdag ook nog eens uitbreekt boven de body van die twee candles. Dus dat gaf mij het niveau om hier te draaien. Uiteindelijk was het zeg maar rond plus minus break even. De positie stond hier even op winst. Die winst werd dan weer opgegeven. En uiteindelijk ben ik met een rondbrek, even met een minimale winst van short naar long gegaan. Long, kleine positie uiteraard. Omdat dit nog niet echt bevestigd is. Hierboven wil ik eigenlijk de positie iets wat vergroten. Uh, maar niet op de uitbraak. Uh, in principe pas op, op een pullback na de uitbraak. Hè? Want je weet wellicht uitbraken. Uh, de meeste uitbraken falen. Um, dus ik wil echt zien dat we hier uitbreken, een pullback hebben. En op die pullback dan, daar wil ik dan in principe een, een grotere loonpositie innemen. Uh, dit is uh, overigens, hè, dit is pure price action. Ik, ik gaf net aan de ervaren trader. Uh, ik kreeg ook mails, zeiden, ja, uh, dit was je short, prima. Uh, en wat moet ik nu dan hier doen? Want ik zie die dubbele tails. Nou, mijn antwoord is dan, verdiep je in price action. Kijk, de markt, het, het is net een beetje baseball, die gooit je allerlei ballen toe, die hebben allemaal verschillende effecten. En de enige manier waarop je die bal kunt weerkaatsen, is uh, omgaan met al die, die curveballs, met die effecten. Dus je moet oefenen, oefenen, oefenen. Je moet zorgen dat je die, die, um, die ballen die op je afkomen, dat je die herkent, welke hoek die aannemen en dergelijke. En dat is oefening. En dat is dus niet mij mailen en vragen om advies. Nogmaals, ik geef geen advies en ik mag het ook niet doen van de AVM. Uh, ik ben geen adviseur, ik heb daar geen vergunning voor. Ik vroeger wel, nu niet, wil ik ook niet meer. Dat ligt achter mij. Uh, dus deze vlog is te educatie en vermaak. Maar het mailen heeft wat dat betreft geen, geen nut, want ik weet niet wat je positie is, ik weet niet wat je risicoaversie is enzovoort. Um, dus de enige tip die ik je kan geven, hoe ga je hiermee om? Verdiep je in price action. En daar zijn cursussen voor. Even los van, van de mijne, zijn er zijn ook andere cursussen, er zijn boeken over. Maar uh, je kunt niet verwachten dat je succes op de beurs hebt als je niet bedreven bent in price action. En je ziet ook uh, dat uh, indicatoren geen, en ik haal het nog even, indicatoren zijn geen vervanging van price action. De beste manier om te treden op de beurs is te kijken naar de pure chart. Naar de naakte chart, al dan niet met een voortschrijdend gemiddelde. Want wat je hier ziet: dit is real-time, dit is market flow, order flow. Hier zie je het gedrag van de grote partijen die eerst aan de shortkant zitten. Dan komen de kopers in de markt, komen weer kopers in de markt. Dus je ziet hier de afwijzing van, van lagere koersen, zie je elke keer terug. Dag 1, dag 2, vervolgens breekt die uit en dat is dan het moment waarop je zegt: ja, de markt heeft twee pogingen gedaan om lager te gaan. Blijkbaar zijn die verkopers niet meer sterk genoeg om de koers lager te krijgen. Op een hoger niveau komen dus kopers in de markt. Die kopers worden steeds sterker, dus ik moet nu draaien van het kamp van de verkopers naar het kamp van de, van de kopers. En er is geen schande in het draaien, dit is wat traders doen. Um, de ene keer ben je long, de andere keer ben je short. Het maakt mij niet uit welke kant we opgaan, zolang ik maar met de markt meega. En dat ik redelijk op tijd herken als de markt aan het draaien is. En die draaipunten, die zien we dus zoals gezegd middels de price action. Dus ook hier vooralsnog, dus boelens met een koersdoel... dat is ongeveer 1000 punten hoger ligt. Stop los heb ik hier liggen onder deze lode. Dus stel dat we hier nu weer onder zouden komen. Dan verandert het plaatje. Ik verwacht het niet. Maar je moet altijd er altijd open voor staan. Want je moet ook een stop los hebben. En dan is blijkbaar hier een andere situatie gaande. Uh, welke, dat weet ik niet. Want dit ziet er toch erg sterk uit als een weekcyclusbodem. Maar het betekent in ieder geval dat ik hier mijn loonposities ga sluiten. En dat ik dan even ga kijken wat de markt gaat doen. Maar nogmaals, het lijkt mij gezien het gedrag van vorige week. Niet aannemelijk dat de markt fors gaat draaien. Mijn uh, idee is dat we in de komende week en verder herstel kunnen inleiden tot richting de 12.800 punten. Goed, dit is de Russell. De Russell, daar zien we exact hetzelfde. Kijk, je ziet hier eigenlijk hetzelfde als de, de Nasdaq. We zien hier de mid-cycle low. Top 1 van de, van de eerste helft. Top 2 van de tweede helft van de dagcyclus. Je ziet het M-patroon. Op basis van het M-patroon ging ik er dus vanuit dat we een test zouden krijgen van de low. En nog iets te onderen, dat uiteindelijk die low nog niet gezet was. Dat blijkt nu achteraf niet zo te zijn. Wat zie je hier? We zien een test hier van dit niveau. Hier zijn in eerste instantie kopers in de markt gekomen. Dat zie je. 1, 2, 3. Die kopers konden. In eerste instantie uh, niet verder komen dan de high. We komen weer terug. En hier komen die kopers weer in de markt. Dus die kopers die hier bij 1 hebben gekocht, die waren dus hier nog niet klaar. En die komen dus weer in de markt bij punt 2. En dat is dus een belangrijk teken dat de markt dus duidelijk aan neerwaartsmomenten verliest. Dat, dat de verkopers dus niet meer zo getig zijn. En dat er dus kopers in de markt komen op dalingsdagen. En dat is een belangrijk eerste boelesteken. Ook hier, eh, de, het is een beetje zoals die zwaluw in de zomer. Hè? Dit is de eerste zwaluw die je hier ziet. Eh, formeel hebben we eigenlijk een uitbraak nodig hier. Om te, om te zien dat dit eerst een echte mooie hoge bodem is. Maar het probleem is natuurlijk: dan is jouw, jouw winst-verliesratio eh, gewoon slechter. Jouw risicoprofiel is slechter. Want als je hier pas long gaat. Dan ligt je stop hier. Kijk, die stop is veel groter. En dan zul je, zul je dus, om zeg maar, minimaal eh, 1 op 2 te halen, zul je dus ergens naar hier naartoe moeten. Dit is natuurlijk veel interessanter. Als je hier lang gaat en dit is jou, jouw stop. Dit is zeg maar 1 ratio 1, ratio 2. Kijk, dan speel je hierboven, heb je een ratio van 2 op 1. En dit is ook een beetje het minimale eerste koersdoel, wat ik voor de komende. Zeg maar twee weken wel uh, een beetje voor me zie. Dus hier hetzelfde: korte termijn boelus. Stop onder deze loos rond de 1675. Voor het geval dat koersdoel in eerste instantie rond die 1900-1925. Goed, dan de DAX. DAX heeft op weekbasis eigenlijk keurig. Die vorige log getest. Hè. Dat is dus eigenlijk variant nummer 2. Uh, uh, variant 1 was die V-bodem. Variant 2 tw was die iets lagere bodem die ik jullie laat laten zien. Dat zien we hier. En je ziet dus dat ook hier een veel nieuwe low kwam. Dus hier gingen mensen short. Partijen short, die werden hier op verkeerde been gezet. En die kwamen dus in een soort squeeze terecht. Dus die moesten hun positie draaien. Dit lijkt mij ook de weekbodem te zijn. We zien keurig dat M-patroon. Op het moment dat we de meetlat hier tussen zetten. Dan zien we 17 bars. Nou, dat is keurig in de, in de range. Um, wat hebben we nog nodig? Eigenlijk een bevestiging hierboven. Kijk, op het moment dat we boven 13.000 komen... Dan hebben we een zogenaamd 1, 2, 3 omkeerpatroon. Dat is dus een, eigenlijk een mini-trend omkeerformatie. Dan is de, de hele korte termijn trend gedraaid naar opwaarts. En dan gaan we ook boven die MA20 hier, dit niveau. En dan ligt in principe het eerste koersdoel ligt zeg maar hier op, op dit niveau. Waar je dan eh, mogelijk een kleine winstneming kunt doen. Waar we dan even een kleine terugval hebben. Om dan mogelijk daarna verder te gaan oplopen. Dus uh, hier zou ik uh, in principe wachten tot een uitbraak boven de 13.000, zodat we die 1, 2, 3 hebben. Maar ook hier zie je duidelijk op weekbasis heel mooi uh, die dubbele die tails. Dubbele tails zijn heel belangrijk, zowel aan de onderkant. Kijk, je ziet het hier. Hier hebben we triple tails. Hier hebben we ook triple tails. Hier hebben we dubbele tails. En elke keer gaat de koers omhoog. Dat zien we ook aan de bovenkanten. Hier zie je triple tails aan de bovenkant. Hier zien we dubbele teels aan de bovenkant. waarna we naar beneden gaan. Dus, dus één lange teel is belangrijk. Twee lange teels zijn nog belangrijker. En die zien we hier. Dus het gaat mij in principe om dat dit een boelersplaatje plaatje is. En dat we in de komende weken. waarschijnlijk ook in de DAX. hogere niveaus kunnen aanpeilen. Goed, dan het goud. Uh, goud. Was bearish, is bearish. Kan misschien nu tijdelijk wat veranderen. Waarom? We hebben hier eh, medio in mei de weekbodem gehad. En wij tellen nu week nummer 8. Nou, je weet: rond 8, 9 à 10 weken kan de mid-cycle low ontstaan. Dat zou dus op eh, tweedaagse basis zou dat dus een cyclebodem moeten zijn, dus, want je weet, een, een weekcycle een week bestaat in principe uit twee tweedaagse cycles. Dus elke bar zijn twee, twee dagen en hebben we hebben dan twintig daarvan. Kijk, en als we tellen, dit is precies twintig bars. Dus het zou in principe um, goed mogelijk kunnen zijn dat um, goud nu eerdaags gaat, uh, gaat bodemen, dat we dus in totaal twee dagcyclus hebben gehad, dat dit dus de mid-cyclo is. Misschien dat we nog even een, een test hiervan krijgen, dat zou kunnen, maar in principe ga ik ervan uit, dat um, goud een goede kans maakt, om een bodem te laten zien, op dit uh, steunniveau, en dat wij dan een, een herstel meemaken, een herstel van misschien 1 tot 3 weken, dat mogelijk in deze zone terugkomt. Dus zeg maar een herstel van misschien een, uh, 50, 60 dollar en daarna weer lagere niveaus, want dit is de weekbodem zoals het eruit ziet. Op bar nummer 4 is die getopt. Hij is op 5, 6, 7 onder de low gekomen, dus dit is een left translation. Dat betekent dat de tweede helft, de tweede top, lager komt en dat uiteindelijk de ultieme bodem lager komt dan de huidige bodem, dan de mid-cycle low. Dus het ziet eruit dat dit een bearish cyclus gaat uh, worden. En waar kunnen we dan naartoe? Kijk, als je hier kijkt, zou je in principe is dit een belangrijke eerste steunzone. Dat lijkt mij een beetje, een beetje ver. Um, ik zie hier, kijk, dit is allemaal een beetje erg veel rommel hier. Ehm. Um, dus ik heb hier, ik zet hier even een vraagteken bij, want ik zie hier geen duidelijke referenties. Kijk, die referenties zie ik hier wel met deze swing low, deze swing low. Dat is een belangrijke steun. Maar het lijkt mij een beetje te ver dat dat goud uh, van 1700 naar uh, 1450 gaat afdalen in een aantal weken. Dus, dus ergens hier tussenin, ik vind het lastig te zeggen, want, want we hebben hier eindelijk geen goede aanknopingspunten. Maar ik ga ervan uit dat we dus hier even. Tijdelijk opleven en dat we uiteindelijk gewoon hier lagere niveaus gaan, gaan neerzetten. Kijken we ook even naar het, uh, het zilver. Kijk, het zilver was ook super zwak deze week. Vrijdag wel een klein herstel, maar het, uh, ik geloof donderdag hadden we even een daling van 6%. Hier, kijk, hier zie je nu ook, um, ik heb hier nog een vraagteken gezet bij die week. Waarom? Omdat we nooit boven de 40 gekomen zijn in die Double Stochastics. Maar het lijkt me dat we net zoals bij het goud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bars, dat we hier nu bezig kunnen zijn met een mid-cycle loop. Want ook dit zijn twee dagcycles. Dat we hier even opveren en dat we uiteindelijk lagere niveaus aanpeilen. En als we hier even het grote plaatje bekijken, dan zou je dus nu even kunnen opveren. Misschien rond dit niveau hier. Waar die vorige bodem wa was. En dan ga ik ervan uit dat we uiteindelijk minimaal tot rond de 16. En misschien wel zelfs aan maar de onderkant komen. Waar we dan een wat belangrijkere bodem gaan zetten. Dus is dit een long? Nou, voor mij niet. Uh, je gaat. Kijk, er is wel sprake van een, een soort oversold situatie. We staan behoorlijk ver onder deze twee gemiddelen. En dan zie je vaak dat we minimaal terugkomen naar de MA20. Maar ja, dat is een, een bounce in een bear market. Ik weet niet of je die wilt spelen. Uh, dit soort bounces zien er vaak zo uit. Heel erg rommelig. Dus je ja, timing moet, moet heel goed zijn. Um, ik zou eerder wachten um, dat, je, dat je zegt, nou we hebben hier een, die mid-cycle low. Ik wacht op een nieuwe dagcyclus top, op een omkeer. En dan vervolgens een nieuwe short positie. Nagenoemde lagere niveaus. Goed, dan tenslotte bitcoin. Uh, ook bitcoin uh, heeft mij een, een, een klein beetje verrast in die zin. Um, ik ging ervan uit dat we in principe nog een test van de low zouden krijgen en wellicht daar iets daaronder. En dat we dan op vanaf iets, iets lagere niveaus de weekcyclusbodem. Gaan inzetten waarna we een herstel krijgen. Uh, want je weet wellicht, uh, wat is mijn idee? Wat is mijn, uh, mijn visie hierop? Weekcyclusbodem. Herstel. Lagere top. Uiteindelijk dan einde van het jaar. Ergens zeg maar in deze zone. De bodem. En dan vervolgens een nieuwe vierjaars cyclusbodem. Dus een nieuwe, nieuwe bull market. Dat heb ik in diverse. Vlogs op maandbasis ook uitgelegd. Dat ga ik nu even niet herhalen. Kijk anders even daarvoor de vlog van vorige week en die van de week daarvoor terug. Nu lijkt het erop dat, de, dat deze, deze weekbodem mogelijk gezet is. Kijk, die vorige was hier, dus die was hier. Dus we hebben hier waarschijnlijk een weekbodem. Het is nog niet definitief bevestigd. Hier. Um, wanneer wordt het bevestigd in principe als we hier uit die trading range breken? We hebben hier een soort trading range en je wilt eigenlijk dat we hier gewoon uitbreken. En we zitten nu vlakbij, dit is een redelijk belangrijk niveau. Je wilt dat we hier uitbreken. Um, dan is de weekbodem volgens mij gezet. Waar zouden we dan naartoe kunnen? Mogelijk richting hier. Vaak richting de MA20. De MA20 gaat in de komende weken verder naar beneden. Dus ik denk persoonlijk dat het eerste koersdoel eerder hier rond dit niveau, rond die 26,5-27 ligt. Dat is nog steeds vrij aardiger, maar bedenk je speelt in principe een bear market rally. Natuurlijk kan het zijn dat in retrospect blijkt, als we over een half jaar kijken, dat dit de bodem is. Daarom had ik ook gezegd, en dat ligt daar weken terug, uh, ik weet niet, en niemand weet exact waar de bodem ligt, het zou kunnen zijn dat de bodem al gezet is, en daarom koop ik mij gestaffeld in, beginnende zeg maar bij 20, 19, 18, tot, helemaal tot, tot onder de 12, dus dat, ik heb nu een paar kleine longposities uh, ingenomen, de verdere limieten liggen nog lager, dus ik, ik hoop uiteindelijk dat hij het oppakt, maar doet hij het niet, dan is een eerste ad eigenlijk op mijn kernpositie, die is, die is gereed. Um, en dan moet je uiteindelijk van strategie veranderen, want als je ziet dat dit de bodem is, dan ga je uiteindelijk natuurlijk op de hogere pullbacks, ga je je positie weer vergroten. Dus op een bepaald moment ga je van strategie veranderen. Voor zover ik het kan zien, is er nu niks veranderd waardoor ik de strategie moet veranderen. Dit lijkt mij de weekbodem te zijn. Die wordt dan definitief bevestigd als we hier boven komen. En dan zouden we inderdaad richting de, nou zeg maar de 26,5 kunnen herstellen. Daar verwacht ik in principe een lagere niveau. En dan uiteindelijk de echte bodem mogelijk oktober, november, misschien december dit jaar op uh, lagere niveaus dan wat we nu hebben. Maar we gaan het uiteraard bekijken. Uh, misschien dat dit patroon uiteindelijk verandert. Maar zoals het er nu naar uitziet. Ja, heb ik en geen reden aan te nemen dat dit verandert. Op de korte termijn is het dus neutraal. Het wordt bullish als we hier echt uitbreken. Daarvoor moeten we echt uitbreken. Dus niet eventjes zoals hier. Even piekenboel, even kort daarboven. Dit zijn echt die trapsen. Uh, waar traders gewoon op aansturen dat, dat hier kopers in de markt komen. Die meteen op het verkeerde been worden gezet. Net zoals dat je dat soort traps aan de, aan de onderkant hebt. Uh, bijvoorbeeld hier. Ook een trap. Hier worden verkopers in de markt gelokt. Zitten meteen aan de verkeerde kant. Dus je wilt echt uitbreken. Misschien een pullback hebben en dan go. Dat zou misschien een kleine longpositie opleveren. Bedenk ook, dit is een bear market rally. Het enige interessante is dat hier de opwaartse potentie. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met zilver of goud. Veel groter is vanwege de volatility. Maar in principe hier dus het, hetzelfde scenario, geen grote wijzigingen. Dus de wijzigingen die we eigenlijk hebben zijn op het aandelenvlak. Daar zien we nu dat de weekbodem en mogelijk ook de maandbodem waarschijnlijk gezet is. Dat we nu een eerste hoge dagbodem hebben gezien en dat we de komende uh, twee weken waarschijnlijk meer opwaartse potentie hebben. Goed, we zijn weer door alle markten heen. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne zondag en een goede trainingweek. En we zien elkaar dan volgende week zondag terug. Tot dan.